Ja, waar nog kijkers bij de hobby van. Vandaag een prachtige hobby van Jan Biermans in Bokmeer. Ja, ja, ja. En Jan is als hobby maakt hij stoommachientjes en verzamelt stoommachientjes. Ja, en motorjes hoor. En motorjes. Dan kunnen we hem heel erg gezicht zetten. Dan. Ja. Ja, dan kunnen de mensen misschien ons beter verstaan. Ja, dat klopt. Tel eens, wanneer is dat hobby begonnen? 20 jaar terug, denk ik zo. Misschien niet zo langer. Ja. Ik weet het niet precies. En ik was wel zwemmer geweest en dat was ik wat doen. En die wie dan het jaar hebben en toen dat iets te kunnen doen. Ja. Nou, ik heb altijd in motors en toestanden gezeten van kinderen van. En ik heb mijn vader die reppen in de oorlog door motors en zo. Ik kan hem ook daar met hoor. En dan, dat vond ik dat prachtig. En voor die was toch heel goed in die oude motor. Je vader neem ik zelf ook die. Die repareerde. Alleen repareren. Ja, dat was net een oorlog. Ja. Toen liepen die dingen allemaal niet meer en dan kwamen die boeken dan niet meer zo'n dozen en zo. Dat was werk zo, hè? Ja, en dan liepen die motors niet in en Mikkel wat die wilde lopen. En er was een harde mens enzovoort, en dan deed hij afstellen. Ja. Dan vind je een spijker, dan zet hij op de zuur. Ja. En dan draai je die rond, en als je dan vonkte, dan knikte het vaak zo. En toen wist je dat hij. Ja, dat je ontstook, ja, ja. Maar wanneer ga je eerst een stoommachientje gebouwd dan? Eerst een stoommachientje. Ja. Dat zal ook 20, 25 jaar geleden zien. Ja. En hoe gaat het dan te werk? Want ja, zo er aan beginnen, dat kan natuurlijk ook niet klaar. Waar haal je die informatie in? Ja, Willy Boom, dat was de woorden van Tini Boom, dat is een kameraad van mij, die doet ook met wat bouwen. En die zei, zo moet je bouwen, Jan. Zei ik, ja, dat is goed jong, daar zullen we beginnen van. Ja. Toen hebben we er een stuk tekening van zien te krijgen. Nou, dat is gelukt en hebben we allebei een stoommachientje gebouwd. Ja. Allebei en of samen ene? Nee, allebei ene. Allebei ene. Ja, ja. Maar Willy, die mocht dat veubies door ook bij de maken, maar die draait zo'n beetje. Ik ga dat een oude draaibankje. Ja. En vroeger een ander voor je bankje, heb ik gekocht. Ja. En zo zie ik dat bij begonnen. Deze motor het kleppen en een stoommachine het schuiven. Ja. Had ook kleppenstoommachines, dat hadden ook. Maar dat is van een heel ander type. Maar dit is wie zegt de werking aan? Want daar staat een gastankje. Ja, de gastankje, dat heb het gas aan in hier in de carburateur. Ja. En zo als hij aan moet zuigen, dan zit hier een klepje onderin. Ja. En dan trek je de klepje gas. En dan zo als je dan vol gas zit, dan gaat de klepje dicht en dan ontstekt hij. Maar deze had je helemaal zelf gebouwd? Ja, helemaal zelf gebouwd. En hoe werd je dan dat tank ze maar zo groot zien, de slinders moeten zo zien? Nou, ik heb ze dingen in Utrecht gezien op de beurs. Ja. En ik was er kapot van, en motors, dat was me de god. En nou, ik de trein al een stuk papier en een pot door elkaar bij me in, waar we as is. Nou, had ik dan denk ik weer geschetst wat er zo ongeveer was voor. En dit stelde dan meneer weer maar het is niet in de kop, maar die klepjes, dat was best moeilijk. En, maar ik had geen goede tekening van of niks. En daar heb ik er mel van gemaakt, van messing, hoe dat een beetje moest worden. Ja. Ja, toen had ik het gevonden. Ja. En toen kon ik verder bouwen. Maar die vliegwiel die heb ik helemaal met de hand gemaakt. Zo, ja. Ja, gezegd. Dat schieve gietijzer, afgetekend, uitgeboord en dan vielen. Ja. Ja, ik ga de broer aan de hand doen. Maar ja, dat geeft niks. Maar je maakt alles en maar die kraantjes erop zetten, maak je ook dan? Ook. Ik ga je krantje wat gemaakt, zo zie je. Eens kijken. Dat ik kan vinden. Ik meen dat ik het hier ook niet gehoord heb. Ja, heel lang. Natuurlijk de kik, Jan, als hij prachtig klapt, hè? Nee. Zij de kik is natuurlijk, als hij prachtig klapt natuurlijk, hè? Ja. Als je klaar hebt en Nuske dat hij klapt, dan... Ja, lijkt me best dat hier anker. Ja, dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Dat je dan iets gemaakt hebt wat draait, wat werkt. Dat is dat hier zo intens mee bezig geweest. Ik vlieg er niet meer van. Oh. Die kloonboormachine die heb ik zelf gemaakt. Ja.
Oh, die maak je, maak je ook maar zelf. Ja, dat klopt hem even gezegd. Ja, dat hebben we toen met een paar mensen hier in de bezorg. Ja. Gezamenlijk een boermuziek gemaakt. Ja. De ene meer de klommen en dan die vrezen en dan bereiden. En dan staat er nog hier Neven, is dat een veel fijn werk? Ja, dat is een hele hoogtoerige machine. Oh. Ja, voor hele kleine geitjes. Ja, hele kleine geitjes. Ja. En die heb ik gekregen van de kameraad van mijn, die was een Noevelse, van Bert Jansen. En Bert, die was een echte motor, racer was dat, ja. Die oude motor, maar racer. En dan ben ik een keer met een jachtje geweest naar die fabriek, zeg maar. Waar ze dan die snelheidsbakken maken en die motors opvoerden. En toen is Bert gestorven. En ja, ik dacht dat niet te roken. En die vrouw hoort meteen, denk ik, godverdomme. Wat denken ze in de verpuut? En dat ben ik helemaal niet. En ik zei, ja, ik wil de boer misschien wel kopen. Ja, ja, ja. Wat doet je aan zei, laai het maar op. En wat is dat? Dat is een sleepbankje. En ik heb alleen je voet, met dat bed heb ik. Met dat bovenstuk heb ik niet. En dan heb ik van de mensen, die heb je een gretige maker heen in de buurt. Weet je, ik kan er zo wel komen. En daar heb ik een bovenkop van gekregen. Dat gebruikte ze vroeger voor op een draaibank voor te sliepen. Ja. En dan heb ik dat bij mijn koe passend gemaakt. Goh. Ik kan hem besliepen. Ja, je maakt de machine precies op nauwe hand. Ja, ik. Ja. Dat is een vreesbank. Ja. En daar ben ik aangekomen. Die heb ik gekregen van Twan Dumoulin. Die ging toen. Ja, hij was een neer hebben. Of een, en dan heb ik die kunnen kopen. Ja. En die heb ik helemaal gerestaureerd en gereviseerd. En nou, dat vrees ik op, dat gaat goed. Dit is een instrumentenmakersbank uit de jaren 1910. Ja. Die heb ik helemaal compleet. Dat was een Lorg en Smit. Een Lorg, hoe de beste draaibanken die er waren. Daar heb ik er een volle van. Die kostte toen. 1100 euro, guldens. Oh, dat is veel geld toen. Ja, toen veel geld. Met welk instrumentmakers. Ja, je kunt hier maar zitten verdedigen en alles zit hierop. Ja. Dit heb ik in Tsjechië op een rommelmarkt gekocht, zeg maar. Ja. Die pomp en die ketel en die op en door, die hebben van iemand gekocht uit Wijchen. Aha. Het is allemaal 100 jaar oud. Dit is een ketel, zit door de ladder waterschutter erin. Ja. En er komt hier een brand eronder. En hier heb ik hier liggen, daar ben ik net mee bezig. Okay. Die komt hier onder. Ja. Om dat water te koken. Ja. En dan stoom te ontwikkelen. Hier komt de stoom eruit dadelijk. Ja. Ja. Dan zit hier piepen in, ja. En dan zitten ook nog de waspiepjes in. En de warmte is veel mogelijk te benutten om de water in koken te krijgen. Ja. En dit is als de druk te hoog is, boven de 3 atmosfeer komt, dan gaat die open, dan vlieg je die stoom uit. Ja. Hier komt een voedingskers, klepkers noemen ze dat. Dus hier pompt het water, koude water in je ketel. Kijk, dan zuig hier het water aan. En daar pomp je het eruit, en dan pomp je het van hieruit, door in je ketel. Ik heb deze zeemeer gemaakt, helemaal, want dit tot hiertoe is feitelijk stoommachine. En dan heb ik er een cilinder op gezet. En een zuiger en kleppen. En een zuigertje, dat is van een Berini-bromfiets, die vroeger op de fiets zat. Ah, ja. Daar is dat zuigertje van. Ja. Dan zou misschien moet ook gesmeerd worden? Ja hoor. Je zet smeerpatjes op. Ja. Die kan ik weer afhalen. En dan schud ik die van olie. Ah, ja. En zet er een katoentje in en een katoentje zuig je naar de lager toe. Ja, ja. Ja, en dat is. En waar zitten allemaal de smeerpuntjes? Kun je die eens aanwijzen? Ja, die kan ik wel aanwijzen. Dit smeert de begintje. Ja. Deze twee smeert de hoofdlagers. De nokkenaars werd gesmeerd. Door in dat gatje. Kijk, door. Ah, ja, ja, ja. En door wordt ook een nokkenaars gesleerd. Ja, en dit smeert de zuur. En dit smeert die klep die me los. Er zitten allebei twee
al die geitjes in. En hoe doen ze dat vroeger dan? Moeten ze dan echt met een smeerputje rondlopen? Ja. Ja? Ja. Dan heb je met zeg maar 11 uur, 3 kwartier. Dan heb je dat ze gewoon alleen een beetje olie in gedaan. Ja, en als je erbij haalt, dan leek niks. Ja, dat leek dat je gewoon joren hebben. Dat vroeger, toen kenden ze ook geen kogelagers. Ja. Toen hadden ze aan de bronzen lagers. En dat ging ook, hè? Ja. Alleen moet dan iets meer smeren. Ja, het is smeren, dat gaat al lang mee. En een lager moet ook niet te smal zien. Het moet voldoende draagkracht hebben, de as. En dan gaat dat lang mee. Hey Jan, we hebben hier een beetje bekeken hier in Oogheks. Het zit er allemaal mooi uit. Allemaal, ik heb eigenlijk ook elk vierkante meter hier benut, als ik hier rondkijk. Hè? Alle machines zo mooi op een rij staan. Ja. Rondom, alle hobbyruimte. We gaan daar kijk eens naar boven kijken, want daar had je van alles staan. Hè? Ja, ik ben van alles staan. Dan ben ik hier beneden nog. Dus, hup naar boven zou ik zeggen, of niet? Doe, hè. Zullen we maar koffie verder? Ja, dat kan ook doen. Doe eerst een beetje koffie te drinken en dan gaan we maar naar boven. Echt oké, lekker smeer. Ja, dat is goed. Dit is een Engels motorke en dit weer gebruikt op mijn eigen machine of op een waasmachine. Dus dit is origineel, heb ik genomen gemaakt uit Engelse boekjes. Dat staat hier en daar, wat stond er wel in, want ik heb dan hele partij Engelse boekjes doen. Maar ik kan nog in Engels lezen, maar goed, ik kom door uit die tekeningen. En dit is op schaal gemaakt? Ja, die is op schaal gemaakt, deze. Ja. Gezegd, vroeger weer de clean stoommachines gebruikt voor nijmachines aan te sturen. Stonden die stoommachines ver vanaf? Stonden die wel bij de nijmachine zelf? 1 meter of 2, 2,5. Want ik kan me voorstellen, dat is een stuk verder weg zetten wegens een herrie. Ja, dat ging meestal op drie versen en dan liep dan die nijmachines op. Er zat al koppeling, dan doodde je met de kneep, doodde je die vrij of nee, of stelstone, zeg maar. En daar hebben we hiervoor gebruikt. Jan, dit is eigenlijk helemaal zelf gebouwd? Ja, helemaal zelf gebouwd. En dan is je ook op schaal ook gebouwd als voorbeeld of zelf? Ja, als schaal model. Dat is ook vroeger een groot geweest. Dan zie je een foto en dan kun je het nou maken. Maar bouwtekening komt er haast niet meer aan, hè? Nee, moeilijk. En, maar hoe heb je dan de verhoudingen? Ja, die tekening, ik heb hier een stuk tekenbord staan. Ja. Die kan ik weten ongeveer als ik denk hoe dat maar werkt. En dan teken ik de grote lijn in, dat is mooi, hè, van dit naar de zuur, vliegwiel, lagers, dat teken ik gelijk op. En dan van die tekening die ik dan gemaakt heb, die maak ik dan op schaal, zeg maar. Ja. En dan begin ik te werken. Maar ja, dat is nou het knappe wat je doet eigenlijk. Je kunt van een foto kun je al de berekening maken. Ja. Dat is knap. Ja, maar ik weet een beetje hoe het eruit ziet en werkt. Ja. En dan probeer ik dat op te tekenen en dan probeer ik dat van te maken. En in welk land werden de meeste stoommachines gemaakt? Was het toch Engeland? Ja, Engeland, Duitsland, hier in Nederland hebben we stoommachines gemaakt. Huh. Want was dat een Manchester? Ja, die komt van Manchester. En wat is dat een kenmerk van de, wat is hier bijzonder aan? Het is bijzonder dat het een roeibuismotor is. Die werkt op gas. En dan zit hier, je kunt het niet zien, hier zit een piepje in. Kun je hem kantelen? Een piepje. Kunnen we niet kantelen, makkelijk. Nou, hier zit een vlam op, zit, een branderke zit hierop. Dan houdt dat piepje rood gloeiend.
En dat hij hoort groeien is, zuigt hij gas aan. Dan zuigt hij hier aan. Ja. En dan pers hij in de cilinder. Dan pers hij daar samen. En door die hitte en die druk, dan explodeert er gas in de cilinder. Ja. En dat is zijn werking feitelijk. Ja. Hier zit een vertraging in van 1 op 2. Er zit een tandwiel binnenin en een buitentandwiel in. Dat heb ik gekregen van de school. Dus dit is een doorsnee van hoe het feitelijk in een tweetakmotor werkt. Want er kunnen batterijtjes onder zitten, kunnen ze hier beneden die gaat funken. En deze curvatuur, het is allemaal een doorsnee. Ja. Maar feit, mensen, die jongen die hebben een boomfiets, maar dan weet ik ook niet wat erin zit. Nee, dat is waar. Ik heb van de schep hier in de school gekregen. Ja. Ja. Ik heb hier ook wel eens ooit demonstraties, lezingen. Ik gooi wel het gevoel met die dingen weg geweest. Ja. Mijn bedoeling was eigenlijk van dat werk. En die mensen dan gepensioneerd werden of ja. Dat die tuven in klungelen. Ja. Ja, naar beneden, ja, we hebben een draaibank en we hebben een freesbank. En, die vader met die gewone hand, die had ik een draaibank en een freesbank. En boer, misschien je dat je zo moest draaien. Hoe krijg je het dan nog zo precies, hè? Ja. Dat is onbestaanbaar dan, hè? Hoe ja, maar dat dan, hè? Het is gewoon doorzettingsvermogen. Ja. En je moet er hard voor hebben. Tuurlijk, je moet er wel een beetje bezeten van zien, anders moet je dat niet doen. Ik vind jammer van die jonge gasten die doen liever op de computer zitten. Ik denk, oh, als dat ze iets maken, dan gaat er helemaal uit de hand werk. Jammer. Want ik ben met de club en die tref ik die mannen weer in Arnhem of zo. En dan zien we, die is er niet meer, die is er niet meer. En die kennen niet meer, die bibbert veel en ja. Ja, is jammer, maar dat gaat gewoon weg. Ik denk over 10, 15 jaar dat het er niet meer is. En wat dan? Alleen een museum? Ja, ik vind het een hele prestatie om dat te kunnen maken. En ik vind me lekker daarbij. Ik ben daar gelukkig mee. Ja. Je moet draaien, je moet slepen, je moet boren, de millimeterschroef in elkaar zitten draaien. Ik bedoel, ja. het is ook niet anders. Het vraagt wel enorm veel kennis, hè? Als je ja, het volgt kennis, maar ook liefhebberij en aanhouden, dat doet het. Ja, die zeggen van, ik heb ook eens met 5-6 keer iets zelf moeten maken, dat het niet werkt. Het eindeloos deelzettingsvermogen. Je moet deelzetten. Als je dat niet hebt, dan moet er alleen meer. Nee, je moet niet aan beginnen met het koppen overal, zo, ja, en dan houdt het niks uit. Wat er nog voor stroommachines gebruikt in de wereld? Ja, je kunt ze nog zo kopen. Die heb ik veel goed zo misschien. Ja, maar was ook nog functioneel of nog gebruikt? Ja. In welke landen? Indië. Ja. Voor die suikerplantages, voor suiker te maken. Stokten op die riet, of niet? Ja, die stokten met rietsuiker, wat de suikerrute was. Ja. Dat ging allemaal de keren. Ja, dat is gewoon afval. Ja, dat is afval. Ja, daar is er wel in zeerd. Zo zijn daar vroeger houtfabrieken aan, ook dan wel stoommachines. Maar die brak dus straks ook allemaal afvalhout. Beurs, hè? Wat is in Nederland een grote beurs? Ja, Utrecht is ook het museum, heel goed bekend. Ja, maar dat praat je over een museum. Ja, maar Arnhem, dat is dan Eindspioor. Ja. Heel groot, en dan zie je er boven nog verschillende. En wat zit in Arnhem? Want je zegt, in het voorgesprek zei het tegen mij, dat is een heel prachtige grote tentoonstelling. Ja. Is dat het mooiste van Nederland wat je kunt zien? Wat was dat? Ja, dat is wel het mooiste van Nederland. Ja. Ook wel van Duitsland. Ah. Van Duitsland ben ik ook in het museum, of in het beurs geweest, maar dat is allemaal kist. Was dat er op beurs, dat er dan hoofdzakelijk clean materiaal? Of stond er echt flink grote machines? Nee, dat is een oude machientje van, ik denk rond de jaren 30. Ja, hij is ongeveer goed compleet. Maar het is allemaal leuk, keten die is kapot gehad en ik probeer er toch wel een hele van te maken. Kinderen spullen vroeger wel eens met die machientjes. Waren ze nooit bang dat ze zich de vingers verbranden? Ja, daar gebeurde inderdaad ongelukken mee. Ja. Maar ja, dan stoken ze die ketels terug. Dan zitten de pijnloos. En ook je kunt zien hoe hoog de water zit. Ja. En als ze dat terug werd, dan loopt die tin in elkaar. Dan valt die in elkaar. Dit is ook een gasmotor. Die werd ook, de piepje werd gloeiend gestokt.
Dan zuig ik die gas aan. En hier zuig ik de lucht aan. En hier regelen de toevoer van het gas mee. En als hij in elkaar klopt, ja, dan loopt hij. Dan loopt hij, ja. Maar eerder het kloppend is. Ja, dan moet het lang prutsen om dat weer op te krijgen. Ja. Maar dan kunnen we zo, verdomme is nou. De gasdrukmerken, dan moet je eindeloos mee liggen draaien tot de goede verhouding staat. Ja, je moet dan de gas regelen. Hier regelen de lucht met door de gas. En dan iedere keer als je gas moet hebben, ja, dan doodt hij dat wieluk in de buurt. Kijk. Ja, ja, ja. En dan krijg je hier door de klep, krijg je die gas bij. Ja. Ja. Ja, een branderke erin. Even schieten. Prachtig mee ding, ja. Ja, staat erop. Oh, dat klinkt, ja, dat kan ik ook niet lezen zo. Nee, dat kan ik gewoon niet lezen. Nee, ik kan niet lezen zo. In ieder geval, dat staat er nog op. 1900 ergens is. Ja. Origineel. Je had hem, kijk. Ah oh, ja. 1900. Ja, ja, precies. Prachtig. En die heb ik in Parijs gekocht. Oh. Op de Luzemeer te Parijs. En toen was het een dag hartstikke nieuw. Ja, mijn dag was goed. Ja, het mooiste was, ik zat er even, daar stond er verschillende. Maar ik wist niet zo'n ding niet in het Frans. Ja. Hier kan zijn, ik heb het woord gemeen. Ik ben de gek wel, maar Jan was niet ja, gek. Ja, ja, ja. En later, toen trof ik aan een Hollander. Ik zei, kun je geen Frans? Ja, zei ik, dat kan ik zo zeggen tegen een stoommachientje. En een vapeur, zei hij. Wist ik het. Ja. Maar je hebt er verschillende staan. Heb je allemaal zo eerst op de kop getikt? Ja, daar komen we ook veel op ja. en puur van verzameling natuurlijk is dat maar te zien. Ja, ik heb hier de stoorn. En Jan, die is lopen nog allemaal? He, ja, die loopt niet lopen. Allemaal. En moeten ze bij jou lopen als je ze kopt? Nee, als je hem koopt niet bent. Nee, dan bent er toch niet van tevoren, hè? De piep is meestal weg. Ah. En we zijn een keer op de oude autotron. Een buitensfabriek, die micro-stoommachine, en die was in de kloten gegooid, dus dat was gezet. En die piepen, die komt er dus niet aan. En zijn piepje, dat werd dan ook 540 gulden. Goeiedag. Om een arsenaal erop te knippen. Ja. Want je kunt het wel zelf maken, maar dat vind ik niet mooi. Maar je kreeg dit er nooit in. Je kreeg dit niet in, die stenen, die kreeg dit niet in. Nee, precies. Je wil hem ook echt zo goed mogelijk arsenaal. Ja. Ja, dat is dan wel, als je tweedehands kopt en je moet het repareren, dan streef je dan altijd naar de arsenaal. Ja. Ik heb het weer zo als niet te mogen. Ja, een prachtige hobby. Ja. Ja, we hebben eigenlijk gekeken naar de garage, zeg maar, en hierboven. Het ziet er allemaal hartstikke mooi uit. Ja, een gedreven man. En wat wil je nog iets bijzonders van gaan maken? Of zeg je, ik kan het best nog proberen doen, zoals mensen in een stuk stoommachine moeten beleggen of zo. Ja. Of ze dat willen verkopen of af willen geven, of vroeger, daar ben ik dolgelukkig mee. Geef ook nog onderdelen. Ja. Nou, beste kijkers, heeft iemand van jullie nog iets voor Jan gelukkig te maken? Of nog gelukkiger, want hij ziet al gelukkig, ja, gelukkig ben ik. Ik heb een goede vrouw. Ja, zo is dat. Maar misschien iemand van de kijkers nog iets stooms wetten ergens? Dat even bij Jan weten, dat maakt hem dolgelukkig mee. Ik ga het wel kopen of hij kan er licht wel iets van maken. Ik kan er iets van maken. Ja, ja. Het kan in zijn veel hem onderdelen. Dat, ja, precies. Ja. Dat is een uiteindelijke maken. En, Jan, wil ik je bedanken dat we hier mee komen. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel interessant. Het is toch, als je kijkt allemaal het kringerij en al het gefronnik dat je dat allemaal kunt. Ik vind het echt... een knap staaltje vakwerk, dat mag ik wel best zeggen. Ik heb die vaak wel een handdochtig. Ja, ja. Ja. Van de stork naar stoommachines. Ja. Ja. Maar stork, niet zelf geen stoommachines of wel? Jawel. Toch wel? Ja. Stork, ja. Ja, die wel. Ja. 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 Daar heb ik ook proberen uit te komen. Maar duidelijk mee. Het zit in de archief en dan komt het er niet meer aan. Maar. Nee. Goed, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor... voor medewerken. Graag gedaan. En ik zou zeggen, kijkers, dat was het, daar hou ik van. Ik hoop. Jan, mag je nog iets zeggen? Ja. Ja, zeg maar. Ik dat er veel meer mensen iets moeten doen. Ik heb geprobeerd in Boksmeer om hier een werkplaats te krijgen van mensen die zijn maar, en een timmerman die een pensioen is. Die willen voor de kinderen geen pop-up gemaakt, of een poppenhuis gemaakt, of mijn pad wat. Of iemand die een klok wil maken, of een stoommachine, noem maar op, dat ze iets te doen hebben. Ja. Ja. Maar die mensen die hebben een rijke pad. Ja. Maar wat zou je dan niet zo willen zien dan? Dat die mensen ook creatief bezig zullen zien? Ja, dat is zo. Misschien is dat en een lens. Dan kunnen we toch geen mogen meer bij de fabriek bij elkaar krijgen.
En dat de mensen er één middag, een woensdagmiddag of mijn part welke dag, dat die wat te doen hebben. Dus, dat zou hier mooi zien. Dus als ik het goed begrip, wil ik eigenlijk, zul je een voorstander zien van een ruimte waar je gezamen kunt hobbyen. Ja. Dat bedoel ik niet te zeggen. Ja. Nou, goed. Ja, dat zijn de mensen zien die dat hartstikke graag zullen doen. Nou, als je niet mee gaat kijken, godverdomme, hebben ze een hobby club nodig wat niet goed vindt. Ja. Dan hebben ze draaibanken en vreesbanken en hele rode met uit. Ja. Ik vraag me nou waarom dat je niet kent. Ja. Nou goed, meerdere kijkers zien. Ja, ik die hetzelfde denken als jij. Nou, die moeten laten ze maar gewoon bij jou bellen. Ik wil daar best mensen helpen, draaien leren of niet pot wel vinden. Ja, maar mogen ze dan bellen? Ja, dan moet ik wel bellen. Ik zou dat, dat zullen we fijn vinden. Dat die mensen iets te doen hebben. Ja. Ja, en dan doen ze, dan gaan ze dan met nieuwe nummers hierheen. Dat weet ik heel zeker. Nou goed, oké, bij deze heb ik dat gezet. Ik heb ook een doosje gezet, over. Half een hout. Ik kan ook wat houden werken, maar niet. Dat zit helemaal stof en dat. Maar ik wil die mensen best helpen. Oké. En zullen we meer mensen in Boksmeer zien die er willen. Oké, kijkers, dat was weer bij Jan Beermans. Een prachtige hobby met, ik heb het zelf gezien, hè, aan mijn stoommachines en alles. Hij heeft zelf ook een hele mooie hobby, of een verzameling, dat mag ook. Laat het even bij de blog weten, op het e-mailadres, zie je hieronder. Dat kan vragen of je ook een keer langskomt, en dan willen we dat best doen. Ik zou zeggen, bedankt voor de aandacht, en graag tot een andere keer.